Op zaterdag 29 augustus speelde het veteranenteam van Ondo op Sportpark De Heikamp in Heusden een afscheidswedstrijd tegen een samengesteld team van Ondo. In dit team speelden een aantal spelers die Ondo als speler en vrijwilliger altijd hebben ondersteund. De spelers waar afscheid van genomen werd zijn Jurgen Madou, Jeffrey Schifferling en Jan Verlaak. Jan Verlaak, een eigen afscheidswedstrijd, daar had ik er niet aan zien komen. Nee, daar zag ik zeker niet aan komen. Dat was voor mij een verrassing, want ik denk, ben er vanaf, ben een jaar geleden gestopt en dat was het dan. En verstandig iets geregeld, wel heel mooi. Ja. Hoe is jouw carrière begonnen bij Ondo? Mijn carrière is begonnen ongeveer, ja, ik denk 52, 53 jaar geleden is mijn carrière begonnen. En, ik heb ze een beetje alle elftallen doorlopen, zeg maar. En de eerste 5, 6 jaar bij de veteranen ben ik vorig jaar mee gestopt. Dus ja, moeten stoppen of waren je op leeftijd? Nee, een beetje voetbalmoe voor hitte. Ik had wel veel gezien. En gaat er nou geen bal meer in geraakt? Nee, ik heb een jaar inderdaad geen bal meer aangeraakt. Dus de vraag is of ik het nog ken? Ja, ik denk dat je dat niet zomaar verleert, maar conditioneel zal het misschien wel zwaarder worden. Maar ja. Dat zien we tijdens de wedstrijd wel. Maar je bent niet in een zwart gat gevallen? Nee, ik ben niet in een zwart gat gevallen, want ik ben altijd Ondo-fan geweest en ik heb hier nog zat dingen te doen. Dus wat dat betreft laat ik dat niet los. Wat doe je hier nog? De kassa. Zit ik nog wekelijks aan. Ik doe verder nog. We zitten nog in verschillende commissies van de kantine. Voor het een en ander te organiseren. Dus ik heb nog zat te doen. Elke donderdag nog even een pils gevat. Ook gezellig. Ja, dus. Dat is mooi. Jurgen, je bent echt een voetbaldier. En op een gegeven moment komt er toch een eind aan, of niet? Ja, helaas wel. Ja, voor mijn fysieke gezondheid is het beter om. Om hem op te houden. Want je bent toch niet te jong om wat veteraan nee, te voetballen? Nee, maar mijn knieën zijn dermate versleten dat het niet verstandig is om door te gaan. Ja, dat had ik al spits, hè? Had ik eerder blessure van een verdediger? Nee, ja, weet ik niet. Misschien ook wel, maar Het is gewoon versleten werk? Ja, ik ben toen heel zwaar geblesseerd geweest en sindsdien in mijn knie al dermate slijtage aangenomen en is alleen maar in een jaar of 10, 12 verergerd. Ja, je hebt wel een mooie carrière gehad hier. Oh, dat is ik zo. Ja. Want hoe is het met jou gegaan? Al vrij jong in het Hoe is het met mij begonnen? Ik gewoon in de jeugd begonnen bij Ondo natuurlijk. In de jeugd bij Helmond Sport, bij VVV Venlo geweest. Toch weer terug naar Ondo gekomen. Van hier en uit nog een uitstapje naar Deurne gemaakt. Vandaar weer terugkomen bij Ondo en ja, hier ook. Eerst bij Ondo weer een afscheid genomen en vervolgens nog in een derde en stil dan nog verschillende jaren bij de veteranen gevoetbald. Ja. En nou is het definitief einde? Ja, nou is het definitief, ja. Dat betekent dat je niks meer doet voor de club? Jawel. Ik ben leider-trainer van mijn zoontje, bijvoorbeeld in de onder 13. Dus dat is ook heel leuk om te doen. Ja. Ja, voetballen zetten jou gewoon in de bloed, hè? Dus dat zal. Ja, dat is, weet je wat het is, als een keer iemand nodig heb, ik kan al een keer meedoen natuurlijk, maar liever niet. Jeffrey, hoe is jouw carrière bij Ondo gegaan? Nou, bij carrière Ondo is het, ik ben bij MWC begonnen, als heel de jeugdafdeling voetbald. En sindsdien heb ik hier een vrouw ontmoet, hier in Heusden. En zo lang is het op en neer gegaan bij Ondo, dan bij Ondo voetbald, weer terug naar MWC en weer terug naar Ondo. Maar ja, de club. Voor mij is het hier gewoon Ondo. Ja, toch hoor. Ja, zeker. Was er anders dan een NUC? Zeggen. Een klein clubje is veel gezelliger. Het is altijd al, hier voelt mijn eigen gewoon thuis, zou ik zo zeggen. Ja. Als ik hier ben, dan is het mijn eigen allemaal. Ja. Gaat hier op niveau goed voetbald? Ja. Het Uurse? Ja, het Uurse. Hoe lang heb je dat gedaan? Ik heb lang voetbald altijd eerste. Ja. Altijd, waar stond je ergens? Welke positie? Ik stond op middenveld en op voorstopper plaats waar mijn positie van bij Ondo. Ja. Ik denk dat ik op de fiets nog wel een keer mee heb gedaan. Ja, nou, ik voetbalde bij de veteranen. Ik ging ik ging naar de MWC, of hier de Ondo naar de veteranen. En Gerard Lomas was hier trainer toen. Ja. En ik zat als voetbalde bij de veteranen tegen Lerok. En dan vroeg Gerard aan donders al mij, wil je niet mee voetballen zondags? Ja, is goed. En de voetbal de zondag tegen Lerop tegen het eerste. En zo was het eigenlijk een beetje als mij nodig hadden. Ja.
dan was ik er wel altijd klaar voor, zou ik zo zeggen. Als je je goed verzorgt, dan kun je er lang mee als voetballer. Ik heb het ook al 43 jaar voetbald bij elkaar, dus voor mij is het al... En toch stopte je met de veteranen? Ja, ik was leider. Hè? En de laatste jaren voelde ik mij gewoon, dat ik mijn eigen reserve zette. En hun laten voetballen. En dan zijn ze weer reserve, zeggen ze tegen mij. Ik zeg ja, ik werd steeds minder, zou ik zo zeggen. Ah, ja. Toen stort ik mij helemaal in mijn hardlopen. En daar ben ik nu meer mee bezig. Ja. Vandaag een afscheidswedstrijd, hoe ga je die wedstrijd in? Om te winnen of voor de lol? Ja, voetballen moet je altijd in gaan om te winnen. zeker, ja. Ja? Ja, dus zo kennen we niet anders, hè? Ook voor de lol. Maar je speelt altijd tegen bekende tegenstanders. Ja, zeker. Ja, dat zijn geen onbekende. Ja. Geen onbekende jongens. En Jurgen, je wilt nog één keer een heel mooie goal maken, of niet? Nou, die heb ik zo gemaakt. Dat ben je er niet op uit? Nee, maakt me niet uit. Nee. Dat je speelt dan straks weer in dezelfde positie als je normaal gespeeld hebt? Ja, maar ik heb eigenlijk overal gespeeld. Ja, achter, voor, middenveld. Maar net was het me neerzetten. Zeg maar. Ja. Vroeger in de jeugd was ik altijd linksback. Toen ben ik met spits heb ik al aangespeeld. En, toen Jeff iets wil zeggen, kreeg bij de veteranen moest ik van achteren en op het middenveld. Het maakt mij niet zoveel uit. Maar vandaag speelde je in een lievelingspositie. Ja, zeker. Ja. Succes ermee. Ja, dankjewel. Komt goed. Als Lange bij deze club niet, dan zal het ook wel lukken, denk ik. Dan zal er niet in een zwart gat vallen. Dat denk ik ook niet. Ik geloof niks van. Gerrit Lommans, je bent de trainer van die gasten. Je zet ze op de bank. Ik ben gevraagd door Jurgen of ik het team waarvan de jongens die afscheid nemen deel uitmaken wil begeleiden. En als oud-trainer doe ik dat natuurlijk met plezier, Harry. En je zet ze op de bank? Ik begin op de bank, ze hebben net even een aantal officiële plichtplegingen moeten doen. Dat is een slechte warming-up en dat is onverantwoord op deze leeftijd om ze dan meteen te laten beginnen. En daar zijn wij niet mee, ze zijn op de bank, maar goed. Ja. Jurgen op de bank. Ik heb er nou al spijt van, als een trainer. Ja, ze wisten van tevoren waar ze aan zouden beginnen, Harry. Maar goed, ik weet niet wat er... We zien wel. Heb die man al lang in jouw elftal gehad? Jeffrey en Jurgen, geruime tijd. Alleen Jannie, die heeft zijn verdienste voor onderhoud gehad voor mijn tijd als trainer. Maar had Jeffrey een keer teruggehaald toen hij op leeftijd was? Nou, nog sterker, toen ik hier trainer werd, voetbalde Jeffrey bij de veteranen. En die vroeg mij of hij op dinsdag bij de selectie mee kon trainen. Ik zei ja, Jeffrey. En ik had hem al getraind bij MBC, toen ik trainer was bij MBC. Ik zei onder één voorwaarde. Als het belangrijk wordt voor Ondo, dan doe je mee met het eerste. En dat heeft hij al die tijd gedaan. Dus in die zin is hij gewoon in die eerste periode van 6 jaar dat ik hier trainer was, met de grootste regelmaat op moeten draven. Dood eenvoudig, omdat we hem nodig hadden. Gerard, en was het? Gerard. Succesvol, Jeff. Hè? Zaterdags lier op veteranen en zondags lier op de eerste. Ja. Kijk, het simpele feit dat Jeffrey zijn sporen lang verdiend had en een hoop routine had, was voor alle spelers van het eerste helftal ook aanleiding om te zeggen, als Jeffrey meedoet, maakt er iemand van ons wat plaats. Was eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Want het zijn niet de drie mensen die nou stoppen? Die drie die hier staan, die stoppen nu. Ja. Dit is de laatste wedstrijd. Weet ik, maar het zijn niet de mensen. Nee, dat zijn zeker niet de mensen. Nee. Die hebben alle drie, niet alleen als voetballer, maar ook in andere opzichten, heel veel verdiensten voor Ondo. En dat is natuurlijk een bijzonder moment dat ze nou afscheid nemen als actief voetballer. Ja. De ene vanwege de leeftijd, de andere vanwege andere hobby's en de derde vanwege een blessure. Ja. Die Madoune was een apart, hè? Ja, Jurgen was een zeldzaam exemplaar. Jurgen kwam van Deurne en had een aantal jaren in het eerste van Deurne gevoetbald. En op enig moment had hij toch wel weer zin om terug te komen in Heusden. Het ging hier redelijk succesvol en Jurgen is natuurlijk een echte onderjongen. En op enig moment kwam hij donderdagavond met een blauw-wit tasje de kantine in. Nou, we hebben 2 minuten gebuurd en Jurgen is dat seizoen erop weer begonnen. En ja, ik weet niet hoe vaak dat hij topscorer is geweest van de klasse waarin we toen voetbalden. Want we zijn kampioen geworden in de 6e klasse en vervolgens gepromoveerd. Ook weer gepromoveerd vanuit de 5e naar de 4e klasse. Ja. En ja, niet in geringe mate natuurlijk de verdiensten van Jurgen Madou. Ja. Jurgen, hoeveel goals had hij gemaakt? Hoeveel goals had hij gemaakt? Dat weet ik niet. Zijn die bijgehouden? Ik niet. Er zijn nog bij de bij jou. Ja, Arnoud van der Wetering zouden dat kunnen vragen. Die weet eigenlijk volgens mij wel hoeveel doelpunten daar Jurgen in zijn maar carrière. Maar het zijn er veel. Ja, ik bedoel, op enig moment hebben wij
de gedeelde topscorers gehad. Mark van den Heuvel en Jurgen speelden samen in de spits. Die hadden volgens mij in enig jaar allebei 35 doelpunten gemaakt. Dus dan waren er al samen 70. Maar kan ik er nog een goal onthouden, herinneren? Ja, even één doelpunt vergeet ik nooit, maar hij ook niet meer was uit tegen Rood-Wit. Toen speelden we, Jan van Veen was daar trainer. En Jan was, ja, om nou simpel te zeggen, niet de meest sympathieke tegenstander als trainer. En wij hadden voor de wedstrijd al allebei onze reserves in moeten leveren vanwege blessures. En dat betekent dat we zeer behoudend voetbalden. Jurgen ging ergens in de middencirkel, we hadden de wind tegen. En Van Veen die liep al te klooien en al een beetje naar de bank te schelden van wat ben jullie voor een ploeg, alleen maar verdedigen, verdedigen. Ik zei ja, als we niet meer materiaal hebben dan lijkt mij dat de beste strategie. En geloof het of niet, 5 minuten voor tijd schiet onze keeper een bal uit en Jurgen die pikt hem in één beweging op in de middencirkel. Die loopt een eindje door en die keeper staat een paar meter voor goal en die jast hem erin. Dus gingen we met 1-0 winnen, dat vergeet ik nooit meer. En Van Veen was zo ongelooflijk boos, hij had me wel op mijn bek kunnen slaan. Hij werd er niet stil van Van Veen? Nee. Ik bedoel, het is ook natuurlijk altijd leuk om als trainer soms eens de conflicten met elkaar uit te knokken langs de lijn. Als je na de wedstrijd het maar weer allemaal vergeten bent en even samen een glaasje bier drinkt. Ja. Komt hier lang even hier, Gerard, onder? Ik kom hier vanaf 1999. Ik was 4 jaar trainer bij NBC geweest en vervolgens ben ik hier trainer geworden, 6 jaar. Toen ben ik 3 jaar trainer van het door jou geadoreerde SV Lierop geweest. Vervolgens ben ik nog weer 3 jaar trainer van Marhees geweest en vervolgens ben ik hier weer beland. Waar staat met die club dan? Dat is moeilijk uit te leggen. Ik heb wat dat betreft, dat is mijn tweede thuis, Ondo Heuze. Een prachtige gemeenschap, altijd wat te doen. Ja. Solidaire vereniging, Ondo. En ik heb daar eigenlijk wel mijn hart verloren. En ik kom dan met heel veel plezier voor de jeugd ook een aantal activiteiten doen. Ik coördineer een aantal zaken bij de jeugdafdeling. En het heeft ook te maken met mijn werk. Hè. Ik bedoel, in relatie tot mijn werk moet ik in zomer niet al veel activiteiten doen. En hier kan ik prima mijn ei kwijt. Leuke club, leuke mensen. Ik hoop dat nog een aantal jaren te kunnen doen. Ja, en ik heb 2 jaar gezeten toen Jurgen kwam vragen. Ja, dat was verder geen discussie toen Jurgen belde. Gerard, wil je dat doen? Ik zei ja, met heel veel plezier, Jurgen. Ik bedoel, ik zie bij de veteranen aan de andere kant voetbal een aantal jongens die bij mij in het eerste hebben gevoetbald. En bij het team wat ik nou mag begeleiden, coachen, een groot woord coachen overigens, want besturen ze de weien en ze zoeken het wel uit. Hè. Je hebt er niks gedaan? Nee, ik heb ook nog niks gedaan. Maar goed, ik bedoel, die 3 die zetten we er direct in. We staan al met 1-0 voor. En ik ga ervan uit dat we die wedstrijd uiteindelijk wel gaan winnen. We hebben een paar jeugdige spelers erbij om het team compleet te maken. Dus we moeten uiteindelijk op conditie vandaag makkelijk kunnen winnen. Maar dat is allemaal niet om begonnen, Arie. Het is vooral de derde helft straks. Ja. En we zullen ons moeten aanpassen. Het is coronatijd. En desondanks denk ik, als we met elkaar goed oppassen, kunnen we vandaag een gezellige dag van maken.